0-3 hier thuis verliezen tegen Standaard. Het lijkt een zware uitslag, maar gezien de wedstrijd zat er toch meer in. Hè? Er zat inderdaad meer in. Ik denk de eerste helft dat we een beetje onze kansen gemist hebben om op voorsprong te komen.
En we krijgen één kans tegen. En ja, die zat er dan direct in. Ik denk dat het niet het standaard was dat we kennen en dat ze vandaag te pakken waren. Maar we hebben te kwistig met onze kansen omgespeeld. En ik vond dat er ook te weinig beleving was in de ploeg. Te veel respect denk ik voor de tegenstrever en er niet in willen geloven. Is dat het probleem bij de ploeg, het scorend vermogen? In de eerste helft van het seizoen wel, maar de tweede helft van het seizoen niet. We waren heel goed gestart. Ik denk dat we op 3 matchen hadden we 11 doelpunten gemaakt. Dus we zaten terug op dreef qua scoringsvermogen, maar vandaag mislukte het toch. Heb je tijdens de rust nog gezegd van blijven in geloven, kunnen ze nog pakken? Ja, tuurlijk, want allee, het was nog maar 2-0 en we hebben de mooiere kansen gehad tijdens de wedstrijd. En we moesten erin blijven geloven, maar de beleving was er niet echt op het veld, vond ik. En dat heeft toch ons een beetje doodgedaan. Begin van 2-11, dan 0-3 en is het zeker boeken toe? Dan is het eigenlijk, ja, boeken toe. Je kunt er nog alles proberen te geven, maar inderdaad, dan was het in de plaats van 2-1 te worden, is 3-0 geworden. En dan is het over en out eigenlijk. En dan ook nog een gedwongen wissel moeten uitvoeren door een blessure. Hoe is het met die speelster nu? Ja, ik denk het was Katrijn. Die heeft onder haar voet een andere voet. Dus eigenlijk haar goede voet. We vrezen voor een scheur in haar pees onder haar voet. Dus ik hoop dat het meevalt. Maar ik vrees voor toch enkele weken oud te zijn. Wat hou je nu uit deze wedstrijd? Wat leer je hieruit van? Ja, dat ze niet te veel respect moeten tonen voor de tegenstrever en dat ze er moeten in geloven en met meer beleving op het veld en meer coaching ten opzichte van elkaar toe. En daar zullen we aan moeten werken.